Het Nationaal Vervoerbedrijf NVB heeft in de afgelopen 4 maanden geen financiële steun van de overheid ontvangen, wat heeft geleid tot acties die al 4 weken aanhouden. De Staatsbusdienst is een door de overheid gesubsidieerd transportbedrijf met bussen en boten in eigen beheer. De actie begon op 6 november als reactie op de niet nagekomen van de overeengekomen financiële verplichtingen van de overheid aan de bus- en boothouders. Antonius Pukki, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname, OBS, beschrijft de situatie als onvoorstelbaar. Ondanks de verre van ideale omstandigheden benadrukt Pukki dat de bushouders geen andere uitweg zien. De financiële vertragingen hebben de sector in een moeilijke positie gebracht en Pukki benadrukt het belang van de overheid om haar verplichtingen na te komen om verdere verstoringen in het nationaal vervoerssysteem te voorkomen. Het zijn dus bushouders, het zijn ondernemers, ook met gezinnen, met vaste lasten, alles. En dan begrijp je een hele maand zonder te werken. Anderen hebben dus dit alleen maar als werk. Dus dan begrijp je dat het een vrij lastige situatie voor ons is. Ook de gemeenschap is helemaal gedupeerd door die acties. Want je begrijpt, NVB is opgericht voor de Mofinawans. En als die komt uit te vallen, dan begrijp je, dan zijn dus deze mensen overgeleverd aan de grillen van de particulieren. Dat het dus niet aan ons ligt. Wij willen graag diensten verlenen, we willen ze graag helpen, maar je weet, als je wilt eten, moet je eten op tafel hebben. En dat is nu ons probleem. 4 maanden lang, zonder geld, zijn we dus niet uitbetaald geworden, dan begrijpt u dat het een beetje lastig wordt voor ons. Indien de gelden niet volgens afspraken worden betaald, zullen de leden overgaan tot fysieke actiemodellen. Voor nu wordt gewacht op het in orde maken van het financieel gedeelte.